Gouden Oorlog. Kernwapens. Economische crisis. Geen geld. Krakersrellen. Als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Tsjernobyl. Luchtstroom met radioactieve deeltjes nu in de richting van Polen en Tsjechoslowakije. De jaren 80 waren rusteloos. De tijd van doemdenken. Maar wat wisten wij daar nou helemaal van? Want wij waren kind. Onze grootste zorg was of we Domino D-Day wel mochten zien van onze ouders. Of het schoolreisje dit jaar naar het Evoluon of naar het Autotron zou gaan. En of we de nieuwste He-Man poppen wel zouden krijgen van Sinterklaas. Ik ben Rogier van der Zanden en samen met vrienden en generatiegenoten Steef Royer en Michel Ramaker praat ik over wat wij belangrijk vonden aan dat decennium. Kortom, we praten over onze jaren 80. Voor het podcastonderwerp van deze aflevering gaan we naar een stadje ergens in Nederland, een achterafstraatje en dan kom je bij een pleintje waar wat vuilnis voor de deur staat en een winkeltje waarop staat... Nee, weet je wat? Laat ik het de voice-over zelf even uitleggen. Kijk, dat is hem nou. De stripboekenruilwinkel van de familie Knots, waar ook tweedehands kleding geruild mag worden. Als je tenminste akkoord gaat met de prijzen die Hansje uit haar mouw schudt. Dat is neef Herbert, ambtenaar van belastingen. Wipt elke dag bij de familie langs. Ajo! Al was het maar voor één ding. Wat een mooi spelen dingetje! Afblijf. Hansje, die achternicht is van de familie, had al snel een oogje laten vallen op Arend Vogel, de knappe onderwijzer. Hier een vier van Pietje. Die als gevolg van de woningnood graag de zolderkamer kwam bewonen. Een ideetje van tante Til. Deze extravagante tante onderhoudt de hele familie met de opbrengst van haar kunstwerken. Inspirerend bijgestaan door haar man, Frederik, alias onkel X, die op het punt staat naar Hollywood te vertrekken om daar zijn debuut als filmheld te maken. Het echtpaar woont nog steeds in bij tante Til's moeder, de nogal onhandige oma Knots. Niks aan de hand. En tante Til's vader, opa Knots. Tussen twee haakjes. De keuken van de familie Knots staat blauw. Een kindericoon van de jaren 80, de familie Knots. Ik heb er eindeloos vaak naar gekeken. Het is echt misschien wel een van mijn lievelingsseries aller tijden geweest. Hoe zat dat bij jou, Steef? Ja, ik vond het ook een geweldige serie. En dan te bedenken dat het met zo weinig acteurs gespeeld is. Nou, ik weet wel dat ik het gezien heb. En volgens mij vond ik het destijds ook wel leuk. Alleen toen jij het vroeg, familie Knots, toen moest ik echt even denken, ja, het enige wat ik eigenlijk moet weten, kloddertje hier, kloddertje daar. Een kloddertje roze hier. En een kloddertje roze daar. Ik weet van die stripwinkel, geloof ik. Ja, dat was stripboekenruilwinkel hadden ze. Klopt, dat was op de begaande grond. Ja. Was er nog iets met twee dames of zo? Of nou, hoe zat dat ook alweer? Nou, ik ga het zo meteen even allemaal langslopen. Oh ja, ja, graag. Het is zo, voor de luisteraars die geen idee hebben waar dit over gaat. Want er is ook natuurlijk een generatie aan wie dit die net te oud is om het gevolg te hebben. Of misschien net te jong. Hetty Heiting en Jan-Simon Minkema waren jonge cabaretiers. Kleinkunstenaars die furoren maakten in het theater met het kindercabaret Pot voor Drie heette dat. Was in de jaren 70. En op een gegeven moment werden ze door de NCRV gevraagd, joh, willen jullie een kinderserie ontwikkelen? Dan had Jan-Simon Minkema gezegd, ik wilde wel eens spelen, maar ik wil hem niet zelf gaan... Wat is dat? Nee, ik moet denken aan jou verstoppen, sorry. Oh. Dan had Jan-Simon Minkema gezegd, ik ben met andere projecten bezig. Ik ben eigenlijk dingen aan doen, dus ik heb geen tijd. Ik wilde wel eens spelen, maar ik wil het niet schrijven. Waarna Hetty Heiting
toen geloof ik 27 jaar of zo, de handschoenen oppakte en het helemaal in haar eentje ontwikkelde. Dat was het tweede ding wat ze ooit deed op televisie. En het was meteen vanaf het begin een doorslaand succes. Maar ze had een verhaal bedacht, misschien een beetje ja-zuster, nee-zusterachtig, over een grote familie, allemaal in één groot huis met gekke personages. Dat was een probleem, want er was maar budget voor 3 spelers. Dus toen zat er niks anders op en moest zij samen met Jan-Simon Minkema en Marnix Kappers, de derde acteur, zelf al die rollen gaan spelen. Dus 7 hoofdpersonages en nog talloze passanten, mensen die toevallig in dat huis op bezoek kwamen of die in die winkel binnenliepen. Allemaal door 3 acteurs gespeeld. En dat is een van de dingen die die serie misschien toch wel zo iconisch maakte. Ja, absoluut. Laten we even de verdiepingen van het huis aflopen, Steef. We hadden de winkel, daar kwamen we dan binnen. Weet jij nog wie daar meestal vertoefde? Dat was natuurlijk de winkeldame, Hetty Heitink. Heel Hansje. Ja. Zeg, hoeveel stripboeken kan ik hier verruilen? Oh. Doe maar 3 van deze stapel en dan 1 gulden bijbetalen. Alsjeblieft. Ja, bedankt. En dan kwam neef Herbert, kwam natuurlijk altijd... Marnix, hè? Ja. Ja, Marnix Kappers. Hallo. Ah, neef Herbert. Hey, moet je niet werken vandaag? Ik heb een dag vrijgenomen om eens te ontspannen. Kijk eens, ik heb een speelkoffertje gekocht van mijn zelfverdiende loon. Ja, laten we zien. Oh, dat is een dokterskoffertje. Denk je niet dat je daar veel te groot voor bent? Volwassen mannen hebben toch ook treinen en modelboten? Dat komt veel voor. Onkel X, ook, die kwam er ook af en toe wel. Was dat die man in die regenjas met die gleufhoed die dan heel geheimzinnig binnenkwam? Ja. Hensabubo, wat laat je me toch altijd schrikken. Is dit gifmengerij of gewoon gebak? Gebak? Frederik, lievertje, doe dat gedoe maar weg. Zo, hè? Ja, een soort regisseur. Volgens mij was het ook een beetje een mislukte regisseur. Ja, het was zo. Onkel X was de man van Tante Til. Die was oorspronkelijk glazenwasser, maar die zou volgens het verhaal ooit van een ladder zijn gevallen op zijn achterhoofd. Oh. En vanaf dat moment, hij had namelijk altijd de ramen van het politiebureau gelapt. En toen dacht hij dus dat hij geheim agent was. Dus hij noemde zichzelf vanaf dat moment Onkel X. En hij riep dan altijd, hands up, makker! Ja. En dan zo met zijn jas, net alsof hij een pistool onder zijn jas had. Ja, Tante Til was zijn echtgenote natuurlijk. Dat was een beetje de paterfamiliejas van het gezin. Ja, want die was kunstenares, toch? Die met de roze... Precies. Juist, ja, ik weet het alweer. En dan hier nog een stukje. En een kloddertje hier. En een kloddertje. Waarom moet ik hier zitten? Zal niet praten hoor. Doodstil blijven zitten. Ik maak een portret van jouw hoofd. Jij bent mijn gratis kunstmodel. En dan had je nog opa en oma. Wat moet het voorstellen? Een stukje sinaasappel. Hou die troep maar. Zoek, 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 zoek. Wat doe je nou? Nou, misschien dat de hond het lust. Die troep? Dat krijgt toch geen hond naar binnen? Die zaten altijd in de keuken. Oude zemelaar. Oude zemelaar. Ja. Dat zei oma altijd en... Het komt weer helemaal terug bij mij, weet je dat? Ja. En daar gebeurde altijd wat. Ze maakte vaak soep. Maar dan deze in plaats van zout, deze soda in de soep of zo. Nou, dat is 1 keer gebeurd. Oh, nou, voor mijn idee gebeurde zoiets eigenlijk wel wekelijks. Nee, dat parfum van Tante Til had ze in de soep gegooid. Per ongeluk, hoor. En ze hadden dan zo'n hele grote hond. Maar dat was dan een grote speelgoedhond. Ja. Maar die man, opa, die deed net alsof die echt bestond. Roept u de hond wellicht? Ja, kreng is zoek. Oh, heb jij hem misschien soms gezien? Geen zins. Gisteren, voor het laatst. Ja, ik ook, ja. Maar lag vanmorgen niet meer in de mand. Het voetje verdwenen door het top. En wat was het nou ook weer met Tante Til die dan dat schilderij helemaal roze maakte? Ja, dat is op zolder. Daar gaan we weer een etage over. Dat is op zolder. Dan weet je wat? Ik heb een tijdje geleden heb ik Hetty Heitink gesproken voor een radioprogramma bij Radio West wat ik maak. En toen ging het ook over deze serie. Dat was in het kader van 50 jaar TV. Daar kwam die roze scène waar jij het over had ook ter sprake. Ze legt ook uit hoe dat ontstaan is. Misschien moeten we daar even naar luisteren. Dan zijn we een beetje bijgepraat. Het is gewoon een klassieker geweest. Eigenlijk het tweede wat ik deed op televisie was meteen raak. Ja. En nog dagelijks, als ik op straat loop, dan hoor ik ergens wel oude zemelaar of een kloltje roze. Snap je? Dus nu nog steeds? Ja. Vind je het eigenlijk nog wel leuk om daar iedere keer weer opnieuw over te praten? Want ik kan me ook wel eens voorstellen dat je denkt, ik heb het al zo vaak verteld onderhand.
Nee, want het is echt mijn baby, hè? Ja. Dit is echt mijn kind. Ik heb het van scratch af aan. De hele vorm en alles. De muziek is van mij. Ja. Dus ja, het is mijn kindje. En mensen praten graag over kindjes. Ja, precies. Ja. Ja, dat was een hele familie, hè? 7 hoofdpersonages en 3 acteurs. Want dat was een geldkwestie. Wat ik me altijd af heb gevraagd, was dat niet hel of een job om dat op te nemen? Omdat je dan iedere keer tussen de opname door weer even... Dan moest die jurk van tante Til weer uit. En dan moest je weer het kostuum van oma aan. En dan voor de volgende scène was je weer Hansje. Was dat niet ontzettend rennen? Ja, want ik bedacht eerst eigenlijk alles in een soort scenische synopsis. Dus een korte omschrijving van wat de scènes, wie erin zaten en wat ze zo deden. Mm-hmm. Nog voordat ik dialoog had geschreven. En als ik dat helemaal af had, wisten we dat we in 3 dagen twee programma's gingen opnemen. Ja. Nou, dan ging ik een heel productieschema maken van hoe we het opnamen, wie dan in welke scène zat en wie zich dan kon omkleden. Ja. En dat moest binnen een half uur gepiept zijn, hè? Ja. Van mij als vrouw. Moest alles eraf. Pruiken eraf, hele schmink eraf. Ja. En dan weer terug. En dan kwam ik er soms achter dat iemand niet in die scène kon zitten. Ja. Omdat? En omdat het niet te plannen was in 3 dagen. Ja, precies. Dus dan ging ik het weer zo veranderen dat het toch weer wel kon en... Een heel gepuzzel. Het was werkelijk waar. Ja, en wat ik ervan begreep was dat het ook een beetje een geldkwestie was. Hè? Dat ze er bij de NCV toch vooral niet te veel geld in wilden steken. Dus dat jij van alles verzon om toch het onmogelijke, het financieel onmogelijke mogelijk te maken. Ja, hoe je dus creativiteit kan inzetten. En uiteindelijk die dingen die ik erop heb verzonnen. Bijvoorbeeld 3 acteurs spelen wel minstens 8-9 mensen. Ja. Bijvoorbeeld, ik kon maar 3 setjes, dus locaties in de studio hebben. Een kleine studio waar we het opnamen. Mm-hmm. Dan hadden ze wel eens een rond horizon. Hadden ze dan. Dat zag ik toen ik daar ging kijken en de mate op ging nemen. Hoe groot eigenlijk die setjes moesten zijn. Mm-hmm. Hè, de ruilwinkel en de kamer en dat. Maar toen zag ik dat daar aan de zijkant van de muur, daar liep dat helemaal rond. Ja. En dan dacht ik ineens, dat is de 4e set. Dan kan ik daar met een roze filter voor de lens. En met een beetje vaseline erom. Ja. En dan doen we de galm aan. En dan doen we alleen maar witte kleren aan. En dan wordt alles roze. Dat is dan de roze scène. Precies. En die werd meteen al na 1 aflevering onmisbaar. Ja, dat werd eigenlijk een beetje het moment altijd in het verhaal waarin alles samenkwam. Waarin de kern van het thema eigenlijk werd uitgelegd. Hè? Tante Til die met de roze verf. Nou, zij werd altijd naar haar ezeltje toegedreven. Ja, precies. Als er iets aan de hand was wat niet in orde was, of mensen die raar met elkaar omgingen. Ja. En dan gingen ze verven en die raakten dan in trance, die mensen. Die kwamen in een soort luchtledige. Ja. En daar werd de hele situatie nog eens een slag omgedraaid. Natuurlijk mijn cabaret-achtergrond. Ja, precies, ja. Dat je nog eens in de absurditeit... Dat de schellen van de ogen vielen en soms dat mensen helemaal anders eruit tevoorschijn kwamen. Zoiets zou echt moeten bestaan, hè? Wat zou de wereld er dan mooier uitzien, denk ik wel eens. Och, wat zou Den Haag en voornamelijk de politiek daarvoor wat mij altijd opvalt, Hattie, als ik jou in interviews zie, dan zie ik een bescheiden vrouw met een beetje een zachte stem, een beetje, misschien zelfs enigszins timide. Terwijl die tante Til was zeer dominant en outgoing. Was zij ook een beetje de vrouw die je stiekem een beetje wilde zijn? Nee, het was, want ik moest me er aardig voor oppompen. Oh wel, ja, ja. Tegenwoordig, na zoveel jaar, ik speel haar nog wel eens. Ja, hè, weet ik, tegenwoordig. Ja. Je hebt de jurk, hè? Dus, de originele kleding heb je thuis. Precies, dus ik hang haar nog regelmatig uit, ergens. Ik ging dan altijd, ik pompte me op. Ik moest dan, als we dat 's morgens gingen opnemen, ging ik een kwartier eerder. En dan ging ik in de studio rondlopen als een kip kakelend. Op een soort van, dat ik een beetje op stoom was. Ja, en dan gingen we. Was je niet back-off dan aan het eind van de dag? Als je zo moest, forceren wil ik niet zeggen, maar toch zoveel energie erin moest steken om iemand te worden die je misschien zelf niet zo was? Nee, want ik was natuurlijk jong en ik was veerkrachtig en nooit moe.
Nee. Wij vonden het te leuk om te doen. Ja. We waren natuurlijk met z'n drieën er drie mensen met hetzelfde gevoel voor humor. Ja. Wij hadden ons handen vol aan wat wij deden. Vonden dat hartstikke leuk. Ja, ja. Ja, wanneer krijg je nou zo'n kans? Ja, ja, precies. Heerlijk. Ja, Hetty Heiting in oktober 2021, toen ik haar even mocht spreken over de familie Knots. Kun jij je nog herinneren dat er ook liedjes in die serie zaten, Steef? Ja. Want daar heb ik het met Hetty nog niet over gehad. Nee, daar kan ik me eigenlijk niet echt heel goed meer herinneren. Het was zo dat ze wilde toch eigenlijk ook maatschappelijke thema's aankaarten. Dus het was een beetje gelaagd. Dus je had het hoofdverhaal, dat speelde zich af in het huis van de familie. Maar het was altijd dan met een beetje fantasie ook weer te vertalen naar een maatschappelijk probleem. Jij noemde inderdaad die soep. Oma had daar dan de parfum in gedaan en iedereen was ziek geworden in huis. Dat stond een beetje symbool voor de milieuproblematiek. Want ja, bedrijven gooiden maar gif, zeker in die tijd natuurlijk nog buiten. En dachten er helemaal niet over na. Dus achterloos gebeurde dat. Maar intussen ging het hele milieu naar de knoppen. En dat was dan aanleiding voor een liedje. Doe maar domme, doe maar la. 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 Wat leuk was dat zij vanaf het begin af aan ook had bedacht, ik wil dat het een ander geluid wordt dan wat je tot dan toe had bij kinderprogramma's. Ze schreef zelf de muziek, maar ze zochten een goede arrangeur daarbij. En de NCRV kwam met Harry Banning. Banning, een fantastische componist, maar die deed natuurlijk ook al die programma's als J.J. de Bom en Ome Willem. En toen dacht ik, ja, maar dan klinkt het allemaal hetzelfde. Ik wil echt meer een popsound. En toen heeft ze Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Nou, die waren heel bekend geworden. Ja, ja, absoluut. Ja. Waren toen jonge jongens. En die heeft ze toen gevraagd. En die hebben dus hun eerste LP met haar gemaakt. Die hebben al die liedjes van de familie Knots gearrangeerd. Verveel ik me rot, dan maak ik iets kapot. Dat lucht tenminste op. En voel ik me mat, dan verniel ik maar wat. Dat helpt me er weer bovenop. Het is denk ik een ziekte. Maar wie weet het medicijn. Tegen dat gevoel van ontevredenheid. Intussen sla ik alles kort en klein. Intussen sla ik alles kort en klein. Jammer is dat die liedjes te vaak bij de herhalingen werden uitgeknipt. Want dan was het net wat korter of zo. Dus die liedjes zijn niet heel erg blijven hangen. Maar er zitten best wel goede, leuke, pakkende liedjes bij. Wel erg jaren 80. Het is wel in dat opzicht gedateerd misschien. Maar ja, wel leuk om te zien. Wat ook nog wel interessant is, is dat het een serie was waar allerlei termen en woorden in werden geïntroduceerd. Die echt uit haar koker kwamen. En die zelfs geloof ik van Dalen hebben gehaald. Ik weet niet of jij er nog een paar weet, Steef. Nou, je hebt er wel eentje genoemd, hè? Klotje hier. Nou, dat misschien ook. Nee, Oude Zemelaar. Oh, ja. Ik heb toch zo'n zalig soepje gemaakt, Oude Zemelaar. Wil je wat proeven? Nee, aan mijn nootjes. Kijk wel uit. Ik ga liever gewoon dood. Spelen dingetje. Oh, wat een leuke spelen dingetjes. Oh, ja. Ja, dat was van neef Herbert, hè. Die was altijd op zoek naar spelen dingetjes. Dat was zogenaamd iets van een geleerde professor of zo. Maar die had eigenlijk nooit wat bereikt. Hij was belastingambtenaar in het dagelijks leven. En stiekem had hij een obsessie voor speelgoed. Niemand weten, alleen de familie Knots. Daar was zijn geheim veilig. Dus daar kwam hij dan iedere keer met een ander spelen dingetje op de pop. Ja, ja. Dat ook meesterlijk gespeeld overigens door Marnix Kappers. Wie is neef Herbert? Ajo! Dat is neef Herbert, ambtenaar van belastingen. Nee, nu niet meer. Ik ben nu weer gewoon neef Herbert. Ik ben alleen tijdens mijn werk ambtenaar. Maar ook bijvoorbeeld waanzinnig artistiekerig. Verbazend artistiekerig hoor. Voor jou doen. Die zijn dan minder blij van. Als zodanig. Oh, het is maar gewoon een baantje hoor, als zodanig. Ja. Oh ja, als zodanig. Ja, ja, ja. Nou, en die neef Herbert gebruikte ook termen als nota bene. Ajo, altesaam. Oh, nota bene. Bent u weer terug? Ja. Zij wilde ook echt, toen ze het ging schrijven, dat het een dat is een soort eigen taalgebruik kreeg. Dat is ook wel aardig gelukt. Ja, nou, een hoop worden nu nog wel gebruikt. Kun jij je nog herinneren hoe jij voor de tv zat als je dit keek, Steef?
Daar kan ik heel kort over zijn, nee. Oh, dat weet je niet meer. Nee. Wanneer werd het uitgezonden? Ja. Op woensdagmiddag of aan het begin van de avond? Volgens mij begon het op de woensdagmiddag. En dan één keer in de maand heb ik teruggevonden. We hebben één keer in de maand uitgezonden. En uiteindelijk ging het geloof ik naar de vroege maandagavond of zoiets. Toen kreeg het ook een wat groter publiek. Toen had ook volwassenen het een beetje ontdekt. En toen werd het wat populairder. En ik weet het nog wel, want mijn zus is wat ouder. Dus ik keek dan met mijn oudere zus mee. Ik weet nog dat ik toen ik heel klein was, dat ik Tante Til altijd een beetje eng vond. Het was een beetje een soort heks. Ja, nou dat klopt. Waardoor die enge bril, want die had van die punten omhoog staan in de hoeken. Daardoor kwam ze altijd een beetje een hartjesvormige bril was. Ja, oh, ja, hartjesvormige bril. En volgens mij ook van die hele grote jurken. Ja. Van die roze. Of in ieder geval hele felle kleurige jurken. Ja. Maar hoe jij daar op de bank zat te kijken, dat weet je niet meer. Nee, dat weet ik echt niet meer. Weet je nou wel dat wij het later in de jaren 2000 bij mij thuis keken? Toen waren we al in de 20 en toen woonden we vlak naast elkaar in de binnenstad van Delft. Werd het weer herhaald, gingen we de Funny Knots kijken met z'n tweeën. Ja, volgens mij waren we de enige van onze leeftijd. Nee, we waren er wel veel meer hoor. Dus iconisch, Maar leuk was het wel. Michel, jij bent toch een beetje stil. Het heeft bij jou allemaal minder indruk gemaakt volgens mij. Nou, weet je, ik heb zeker, want ik hoor jullie nu zeggen op de woensdagmiddag werd dit ook uitgezonden. Ja, dan moet ik het gezien hebben. Maar dat is legendarisch, hè, de woensdagmiddag tv. De woensdagmiddag tv, weet je. Ik heb zo ongelooflijk veel series en tv-programma's toen gezien. Ja, ik kan het me nog wel herinneren. En misschien als ik het ook weer terugzie, dat ik denk, oh ja, weet je. En ik hoor jullie er nu over praten. En dan begint het bij mij ook alweer wat van, oh ja, tuurlijk, dat was zo, inderdaad. Ja. Maar Familie Knots, ja, het was een van de vele series die ik gezien heb. Als je het nu terugziet trouwens, want ik zei al, ik heb de dvd's, dat is het. Traag en gedateerd en echt heel erg begin jaren 80. En toch, ja, dat is het opmerkelijke. Ik heb dit met mijn eigen kinderen ook gekeken op die dvd's. En die werden er meteen door gegrepen. Ik had dat niet verwacht, want ik dacht, dit is... ze zijn het niet meer gewend. Het is een traag tempo. Kinderen zijn veel snellere dingen gewend natuurlijk. En toch, ja, die personages waren blijkbaar heel sterk. Want ze hebben de hele serie uitgekeken. Oh, en daarna moest het nog een keer. Dat is toch leuk. Ja. En dan vooral het fascinerende aspect natuurlijk, dat ze zich niet konden voorstellen dat Tante Til één en dezelfde actrice was als bijvoorbeeld Hansje en oma. Dat moest ik iedere keer weer uitleggen. Wie is daar ook weer wie? Ja, dat is natuurlijk wel heel knap dat je zoveel verschillende acteurs kan nadoen. Of typetjes kan nadoen met één of weinig acteurs. Ja, overigens wist je dat je Hattie Heiting nog steeds, dat je Tante Til nog steeds kunt inhuren? Is dat zo? Ja. Het verhaal van de jurk is nog wel even grappig om te vertellen. Het was zo'n rare roze jurk die ze droeg. Mm-hmm. Die had ze, er was niet veel geld, dus ze hadden geen geld om een speciaal kostuum te naaien. Dus ze mocht gewoon in de archieven van de omroep kijken. En daar hing een jurk die ooit gemaakt was voor actrice Sylvia Deleur in een of andere televisiemusical. Die had hem één keer aangehad en ze dacht, nou, die jurk, dat past wel bij die vrouw, bij dat personage. Dus die heeft zij vervolgens 3 jaar lang als Tante Til gedragen. En jaren later, toen er bezuinigd moest worden bij de NOB en de hele decor en de kostuumafdeling moest inkrimpen, was er een veiling. En toen werd die jurk geveld. Toen heeft Hattie Heiting, die is naar die veiling gegaan, die heeft die jurk teruggekocht, of eigenlijk gekocht. Die is nu haar eigendom. Oh. De bril met die hartjes voor, die was al van haar, dat was haar eigen bril. Althans, die had ze ooit een keer zelf aangeschaft. Ze heeft een passende pruik erbij laten maken. En nu wordt ze dus nog regelmatig ingehuurd. Oh. Als Tante Til om vernissages te openen. En winkelcentra en muziekscholen. En ze vindt het heerlijk om die... Dat vertelde ze ook toen ik haar sprak. Nog heerlijk om die vrouw te spelen. Oh, wel heerlijk hoor. Weer een keer die vrouw te zijn. Over de hele linie als het ware. Wat ik mij al heel erg lang afvragen. We hebben natuurlijk een enorme revival gezien van oude kinderseries, hè, de afgelopen jaren. Er is een film gemaakt van Pipo de Clown. Ja, zuster, nee, zuster is in filmversie en in musicalversie teruggebracht, gemoderniseerd en teruggebracht. Zou de Familie Knots, zou je dat nog kunnen doen anno 2021? Wat denk jij, Steve? Nou, ik denk dat dat lastig wordt. Ik denk dat het toch echt iets was uit onze jaren, om het zo maar te zeggen, de jaren 80. En ja, dan moet je het wel heel erg ombouwen. Wil het nu interessant worden voor de kinderen die, en de jongeren die nu leven.
Nou, ik heb het Hattie dus ook gevraagd toen ik haar sprak. Van joh, is er in die afgelopen 40 jaar nooit een moment geweest dat je dacht, ik ga het nu nieuw leven inblazen? En ik hoorde een wat vertwijfeld antwoord, maar eigenlijk was de strekking van het verhaal toch nee, luister maar. Nou, ja, nee. Ja, ik word nog echt nog zoveel keer per jaar word ik gevraagd of het een musical kan worden of weet ik wat. Ja. Maar wat ermee gebeurt, dat beslis ik altijd zelf. Ja. En ja, natuurlijk met de, ik zou dat liefste doen met degene maar die een is er niet meer. Nee, Marnix is er niet meer. Kappers, nee. Die is ons ontvallen, ja. Helaas. En, maar ook Marnix en Jan-Simon hadden er op een gegeven moment, vonden ze zichzelf te oud voor de rollen, hoor. Dus dat zou ook niet hebben gegaan. Ja, ik laat mijzelf niet spelen door een ander. Nee. Dus ja. Terwijl Jan-Simon zou toch, Jan-Simon zou toch nog prima opa kunnen spelen. Prima, ja. Ja. En jij kan tante Til en de oma nog gewoon zijn. Moet je alleen een jongere Hansje misschien. Ja, sorry. Ik denk het wel, ja. Nee. Nee, ja. Maar ja, nee, daarom speel ik haar in mijn eentje nog wel ergens. Begrijp je? Ja, want dat is dan leuk. Ja, dus overduidelijk dat Hattie Heiting eigenlijk de familie Knots niet uit handen wil geven. En eigenlijk ook niet wil dat haar personages door jonge acteurs worden gespeeld. Dus of we daar ooit nog een remake van gezien, ik denk het niet. Ik denk dat we de familie Knots nooit meer in een nieuwe, modernere versie gaan zien. Het gaat denk ik niet gebeuren. Dus we zullen het moeten doen met herinneringen. En eventueel, als je een enorme liefhebber bent, nog met de oude dvd's. Dan gaan we dat maar doen. Wil je een keer lenen, Steve, van mij? Of zeg je van nou, ik geloof hem verder wel. Nou, zo af en toe een keer een losse aflevering. Want het was natuurlijk nooit een doorlopend verhaal. Nee, het waren losse afleveringen. Ja, dus dan het is best leuk. Neem ik ze de volgende keer even mee. Ja, doe dat. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. De familie Knots, de familie Knots. Hallo, wie spreekt mij? De familie Knots. Oh, zoek dekking!